Goedenavond. Welkom bij het programma De Koloniale Kant van Nederland. We zitten hier in de grote zaal van Tivoli Vredenburg. En heel fijn dat jullie thuis of elders meekijken met ons. We gaan een bijzondere avond tegemoet. Mijn naam is Mariska Verbeek. Ik ben programmamaker op het gebied van postkoloniale literatuur, feminisme en queerthema's. En ook eigenaar van boekwinkel Savannah B. En ik heb de eer om vanavond jullie host te mogen zijn in deze avond. Het is de slotavond van een driedaags congres van de Universiteit Utrecht. Spores of Empire in het Engels. De afgelopen drie dagen hebben historici zich gebogen over de vraag: wat zijn nou de koloniale wortels in de Nederlandse cultuur en samenleving? Het koloniale archief, waar komt dat vandaan? En die vraag die is opgeworpen op dat congres is geïnspireerd door het belangrijke boek van Gloria Wekker, Witte Onschuld. 5 jaar geleden verschenen als White Innocence en 3 jaar geleden vertaald in het Nederlands als Witte Onschuld. Dus hoe mooi is het dan om op de slotavond van dit driedaags congres Gloria zelf aan het woord te laten en terug te laten kijken op 5 jaar en vooral het afgelopen jaar. Hoe staan we ervoor in Nederland met de koloniale sporen en de situatie rondom racisme en diversiteit? Wat gaan we doen? Gloria gaat een lezing geven, zometeen, over Witte Onschuld, anno nu. En daarna gaan we in gesprek, ook om toch even weer naar het verleden te kijken, met 2 historici, Esther Captain en Geertje Mak. Zij komen straks bij mij aan tafel. Voordat we naar Gloria gaan luisteren, hebben we eerst nog een spoken word optreden van Smita James. En Smita James is een spoken word performer die veel optreedt op festivals, events en andere belangrijke gebeurtenissen. Ze maakt verbinding tussen verschillende kunstdisciplines. Ze is ook bekend als actrice. Vanavond zou ze hier eigenlijk bij ons op het podium staan, maar door een verkoudheid heeft ze haar bijdrage in een film. Via de filmverbinding, videoverbinding, haar bijdrage horen. Zij heeft een speciaal stuk gemaakt over Witte Onschuld en de indruk die dit boek op haar heeft gemaakt. We gaan eerst luisteren via videoverbinding naar Smita en daarna horen jullie Gloria en zie ik jullie straks aan tafel terug. Je kan trouwens meepraten, ook al zit je hier niet in de zaal. Stel je vragen in de chat op de YouTube. En wij krijgen de vragen hier aan tafel door. We selecteren er een paar te willen van de lengte. En zullen ze met de gasten bespreken. Maar nu veel plezier. En over naar Smita James. Terugblikken. Terugkijken. Terug. Omblikken. Omkijken. Stil. Te. Ze kozen voor om weg te gaan, in de hoop te verdwijnen in de ruimte. En het lukte een tijdje een beetje. Ze leek klein, ondergedompeld in onschuld. Ze leek ver verwijderd van waar ze was gevonden en zichzelf voornamelijk toestond. Eerst keek ze wild in de rondte. Nu ontsporen haar blikken dankzij op de grond gebroken spiegels. Haar slippers had ze voor de openbaring van haar kwetsbaarheid verloren. Ze begreep niet wie ze zag totdat ze haar teen verwondde aan de scherpte. Nu kijkt ze rond in wilde en wilt ze. Haar vastgelopen blik zoekt naar onderbrekingen in de stroom. Glasheldere druppels vallen niet meer geruisloos naar beneden. Ze geven karakter aan de stortbui die neerklettert tussen de regels. Haar sluike haar kleeft aan de oppervlakte van wat nat is gemaakt. Haar tengere lichaam verdwijnt in het grijze oversized t-shirt waarin ze is omgedraaid. Terugkomend naar donderslag duurt ze alsnog in het luchtledige. Ze kijkt voor zich uit terwijl alles om haar heen vervaagt. Ze zoekt naar houvast en reden voor oude aanhalingstekens terwijl haar onwetendheid ruimte maakt voor ongemak. Ze beseft steeds meer dat uit haar mond geen evenredige verdeling van gelijkheid bestaat. Terugblikken, terugkijken, terug. Omblikken, omkijken, stil. Ze staart naar de houten deur die dicht is gemaakt om openheid te bieden.
doordreed van schuld en grootheidswaan, voelt ze zich steeds kleiner worden. Haar gezicht verliest iedere herkenning na elke koloniale onthulling. Ze is onzichtbaar bekend in de echo van de toekomst. Tegenwoordig mag je niks meer, is het klaaglied van de liefhebber. Blinde vlekken blijven lekken omdat ze niet weten wat ze moeten dichten. Niet weten wie ze zijn zonder valsheid in geschriften. Zichzelf niet kunnen dragen buiten het racistisch mechanisme. Wit is besmettelijk, ontvankelijk voor vlekken, voor eeuwig verwittigd, soms bitter, soms bitter. Op de stoep van de toekomst staat ze voor de laatste keer in de stilte. Hoe kan je veel als tegenwoordig niets meer overlaat van wat je kent? Licht bestaat slechts door het donker te accepteren. Zo klop je nederig aan met een schaduw dat elk moment probeert te domineren. Soms moet je terugkijken, omblikken, op de deur kloppen, jezelf meer toestaan om met gesloten mond te leren. Dank jullie wel. Dank je wel, Smita. Mooi spoken word. Goedenavond, iedereen. Ik ga vanavond als afsluiting van de conferentie Spores of Empire met jullie over twee dingen spreken. Ik wil het hebben over wat er de afgelopen jaren na het uitkomen van Witte Onschuld is gebeurd. En ik wil een analyse maken van waar we nu staan in het discours met betrekking tot ras in Nederland. Maar laat ik eerst zeggen dat ik vereerd en verheugd ben om als cultureel antropoloog deze keynote als afsluiting van de conferentie van historici hier in Utrecht te mogen geven. Een conferentie waarin het begrip cultureel archief centraal stond. Dat is een begrip van Edward Said, wat ik van hem overgenomen heb, waar ik mee aan het werk ben gegaan. Met het cultureel archief bedoelt hij een opslagplaats van een speciaal soort kennis, structuren van houding en referentie en structuren van gevoel op basis van 400 jaar imperialisme. De conferentie was heel erg productief. Ik vond het een rijke conferentie waarin de sprekers lieten zien hoe vruchtbaar dat begrip cultureel archief ingezet kan worden. Of het gaat om een analyse van rijsttafel, over drugsbeleid of over de lage arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland. Het begrip cultureel archief werpt licht op zo'n veelheid van onderwerpen. En voor mij persoonlijk kan ik zeggen dat er weinig mooier is dan vast te stellen dat mijn werk anderen inspireert om nieuwe vragen te stellen die tot nu toe nauwelijks aan de orde waren gekomen. Dus ik bedank de organisatie, met name Remco Rabe en Matthijs Kuipers en alle sprekers. Ik heb van de conferentie genoten. Ik begin met een citaat van Toni Morrison, wat een van mijn lievelingscitaten is. Het komt uit haar essay Home. Zij zegt: ik heb net zo min als jullie ooit geleefd in een wereld waarin ras geen rol speelde. Zo'n wereld, vrij van raciale hiërarchie, wordt meestal voorgesteld of beschreven als een droomlandschap, net als Eden. Utopisch, zo ver verwijderd zijn de mogelijkheden om haar te realiseren. Hoe tegelijkertijd vrij te zijn en gesitueerd? Hoe kunnen we een racistisch huis in een ras-specifiek, maar niet racistisch thuis veranderen? Hoe kunnen we ras articuleren terwijl we het ontdoen van zijn dodelijke bagage? Wat hierin zo mooi is, in dit citaat, is de zin die gaat: hoe tegelijkertijd vrij te zijn en gesitueerd, hoe kunnen we een racistisch huis in een ras-specifiek, maar niet racistisch thuis veranderen? Dus Toni Morrison biedt ons een programma aan.
iets waar we naar moeten streven. We moeten niet kleurenblind zijn en vanzelfsprekend ook niet racistisch. Maar we moeten ras erkennen. We moeten inzien welk werk ras doet. Dat ras sommigen in een geprivilegeerde positie plaatst en anderen allerlei mogelijkheden ontneemt. En we moeten tegelijkertijd ras ontdoen van deze toxische bagage. De kernstelling van mijn boek White Innocence was dat we te maken hebben met een combinatie van de fundamentele rol van ras in onze samenleving. En tegelijkertijd gaat die samen met een Pavloviaanse, veelvormige ontkenning van ras. Deze combinatie die is tamelijk noodlottig. Hij stelt ons fundamenteel en op allerlei terreinen voor een moeilijke opgave. Maar tegelijkertijd is die opgave noodzakelijk. Willen we een radicaal gelijkwaardige, decoloniale samenleving met elkaar gaan vormen? Het culturele archief waar ik net al over sprak. Soms wordt mij gevraagd waar het culturele archief is. Is dat in Amsterdam of in Middelburg? Het culturele archief bevindt zich in onze hoofden en harten. Die ideeën en structuren en gevoelens op grond van ras zijn nooit tot onderwerp van gesprek gemaakt, nog ontmanteld. En ze liggen nog steeds ten grondslag aan alledaagse reacties. Zodra ras als een onderwerp van gesprek op tafel komt, maar sterker nog, zelfs als ras nooit genoemd wordt, wat meestal het geval is. White Innocence is dus een etnografie van dominante Nederlandse zelfrepresentatie. En ik begin dus in het verleden, maar ik ben geen historicus, ik ben een cultureel antropoloog. En dus richt ik me vooral op het heden en op huidige manifestaties van de cultuur die vorm kreeg onder invloed van het imperialisme. Het is zelfs zo dat Europa en Nederland tot stand zijn gekomen door het imperialisme. Dus voor mij is het geen vraag van wat moeten we bestuderen, koloniën of de metropool. We moeten ze allebei bestuderen. Ze zitten in één analytisch veld. Ze vormen elkaar. Dus met de titel White Innocence of Witte Onschuld riep ik een belangrijke en kennelijk bevredigende manier op om in de wereld te staan. Ik wil jullie een paar onderdelen noemen van wat White Innocence inhoudt. Het is de gedachte dat wij een kleine, maar rechtvaardige, ethische natie zijn. Vervolgens zien wij onszelf als kampioenen van vrouwenbevrijding en de emancipatie van homo's, lesbo's, biseksuelen, transgenders en queers. Daar valt best wat op af te dingen. Er is ook wat voor te zeggen, maar om het zo monolithisch voor te stellen als dat meestal gebeurt in Nederland is wat overdreven. Een derde punt is dat wij over onszelf nadenken in termen van dat wij buitengewoon gastvrij zijn ten opzichte van buitenlanders en vreemdelingen. Wij zijn kleurenblind en vrij van racisme. We hebben het er tijdens de conferentie ook over gehad. Over wat nou de boodschappen zijn die het ministerie van Buitenlandse Zaken en NGO's tot op de dag van vandaag uitdragen.
Verenigde Staten, Zuid-Afrika doen ze aan ras. Maar op de een of andere miraculeuze wijze is dat aan ons voorbij gegaan. Vierde punt. Wij zien onszelf als inherent aan de morele en ethische goede kant staand van allerlei kwesties, zoals abortus, euthanasie, de legalisering van softdrugs, homohuwelijk enzovoort. Dus wij stellen ons onszelf voor als een lichtbaken, een vuurtoren voor andere volken en naties. Het volgende punt. We zijn een klein land, maar wij betekenen iets in de wereld. Vroeger was dat door de omvang van ons imperiale rijk, met name de gordel van Smaragd, ons Indië. Die archipel van eilanden met zijn schoonheid en rijkdom aan culturen maakte ons tot een wereldspeler, een natie om rekening mee te houden. In onze tijd is een van de redenen voor onze nationale trots dat we het huis zijn van internationale rechtvaardigheid, met een aantal internationale gerechtshoven en tribunalen, zoals voor Rwanda en Srebrenica in Den Haag. Kortom, we hebben een buitengewoon rooskleurig en zelfflatterend dominant zelfbeeld. En het opmerkelijke is nu dat we onszelf al deze verheven en positieve eigenschappen toedichten, zonder dat we er ooit aan toegekomen zijn om onze eigen geschiedenis eens echt goed tegen het licht te houden en ermee in het reine te komen. We zijn de kwalijke kanten van ons imperiale verleden vergeten, hebben die uitgewist, verdrongen. Een belangrijke indicatie daarvoor is dat we bijvoorbeeld op geen van de drie niveaus in het onderwijs systematisch aandacht hebben voor de imperiale geschiedenis van Nederland. Voor ons aandeel in slavenhandel en slavernij. Ineke Mok, historica, heeft onderzoek gedaan in Amsterdam, waarbij zij metingen heeft gedaan van hoeveel aandacht wordt er nu op het voortgezet onderwijs besteed aan onderwijs over het imperiale verleden. En zij komt tot aantallen van 10 minuten tot een half uur. Dan hebben we het over op jaarbasis. Op de universiteit wordt er wel enige aandacht aan besteed. Als student kun je wat bijvakken, wat speciale onderdelen volgen, maar je moet daar echt naar op zoek gaan. Het is geen fundamenteel onderdeel van het onderwijs wat je volgt. En dit is niet wonderlijk, want in welk domein van de samenleving je ook kijkt, of het gaat over schooladviezen, rechtspraak, etnische profilering door de politie, arbeidsmarkt. Op psychologisch gebied, welke tol eist het leven met racisme? Overal speelt ras een rol. Ook in Nederland leven we in wat Saidia Hartman noemt the afterlife of slavery. Dus ik ga het eerst even heel kort hebben over wat enkele belangrijke veranderingen zijn die zich de afgelopen 5 jaar hebben voorgedaan. En dan ga ik snel over naar een van de 4 crises waar we het afgelopen jaar door getroffen zijn. Dus een economische crisis, ecologische crisis, COVID-crisis en een crisis van het raciale contract. En ik ga het met name over die crisis van het raciale contract hebben. Wat kunnen we nu leren over wat zich het afgelopen jaar heeft voorgedaan? En ik ga een discursieve analyse maken van het grote antiracisme-debat wat bij NPO 1 is uitgezonden. Ik meen dat het in juni 2020 was. Enkele belangrijke veranderingen die zich de laatste 5 jaar hebben voorgedaan. Witte onschuld beleeft
in december 2020 zijn zesde druk. Het heeft heel veel losgemaakt in de Nederlandse samenleving. Er is ongebruikelijk grote publieke belangstelling geweest voor dit boek. En zeker voor een academisch boek is het tamelijk verbazend. Ik ben er zelf ook nog steeds verbaasd over wat dit allemaal heeft losgemaakt. Terwijl er voor mij ook anderen geweest zijn die aandacht besteed hebben aan de Nederlandse cultuur als een koloniale cultuur. Ik noem Alison Blakely en Anne Laure Stoller, dat zijn Amerikanen. Maar er zijn ook Nederlandse historici, zoals Suzanne Le Chêne en Geertje Mak, die daar aandacht aan besteed hebben. De reacties op dat boek gaan beide kanten op. Ze zijn instemmend, ze zijn ook afwijzend. Ik heb veel haat geoogst met dat boek, maar ook veel letterlijke omhelzingen ontvangen toen dat nog kon. En ik kan vaststellen dat het nu in elk geval niet meer mogelijk is om zoals vlak na publicatie te vragen aan mij, zoals veel journalisten deden, hoe ik er toch toe gekomen was om over dit kennelijk buitennissige onderwerp te publiceren. Was het soms zo dat ik over helderziende gaven beschikte, of had ik in de gaten dat dit een hot onderwerp zou worden en was ik toen snel aan het schrijven geslagen, terwijl ik hier toch al 40 jaar over aan het nadenken was? Verschillende maatschappelijke domeinen hebben het gedachtegoed in witte onschuld omarmd en zijn daarover aan het doordenken. Ik word door een enorme hoeveelheid organisaties gevraagd om ze te komen toespreken. Dat zijn organisaties in het bedrijfsleven, ministeries, organisaties in de sociaal-culturele sector, de kunstensector, maar natuurlijk tot mijn vreugde ook in de academie. Dus dat geeft tegelijkertijd iets van de enorme druk op mij weer. Omdat er nu eenmaal heel weinig mensen zijn die zich binnen de academie met dit onderwerp bezighouden, dat ik werkelijk voor van alles en nog wat gevraagd word, ook om op de TU Delft les te komen geven. Kortom, ik zou hier een drievoudige dagtaak aan hebben om aan alle vragen te voldoen. Ook binnen de discipline geschiedenis merk ik dat het gedachtegoed omarmd wordt in sommige kringen. Terwijl ik toch ten aanzien van die discipline moet zeggen dat die in algemene zin niet uitblinkt in voorlijkheid of buiten de box denken, zoals ook Anne Laure Stoller al zegt in Race and the Education of Desire. Waarom hebben we zo'n scheiding aangebracht, vraagt zij, tussen de geschiedenis van de metropool en de geschiedenis van de koloniën? En is eigenlijk vaderlandse geschiedenis het topic en die koloniën die zitten ergens ver weggestopt? 2020 is een belangrijk jaar geweest voor de verhoging, voor de nog verdere verhoging van het bewustzijn met betrekking tot ras, met name onder jongeren van allerlei etnische groepen in de samenleving. Dus in Nederland hebben we gezien in de zomer dat vooral, maar niet uitsluitend, jonge mensen van allerlei groepen op de been kwamen, verspreid over het hele land, om te protesteren tegen het raciale contract. In aantallen die geschat worden op 50.000 à 60.000 mensen. Het raciale contract is een begrip van de Jamaicaanse filosoof Charles Mills. En hij heeft het daarmee over de geschreven en ongeschreven manieren waarop leden van de dominante witte groep omgaan met anderen van kleur.
En het was in de zomer dus voor het eerst tijdens de Black Lives Matter conferenties. Black Lives Matter demonstraties. Dat witte mensen op zo'n grote schaal er ook blijk van gaven het niet eens te zijn met de termen van dat raciale contract. Ik zal nu dus een discursieve analyse maken van het programma De Stelling van Nederland. En dat vond plaats op 12 juli 2020. Het onderwerp was: het huidige racisme-debat drijft Nederland uit elkaar. Ik vond het een tenenkrommende vertoning. En de uitzending vormt dus een goede, dus betreurenswaardige illustratie van het raciale contract in Nederland. Maar ook van de stand van zaken in het debat. Ik zal 9 punten noemen die mijn gedachtegang uiteenzet. Dus in de eerste plaats kan je afvragen of je over racisme moet debatteren. Ik vind dat daar niet over gedebatteerd hoeft te worden. Maar kennelijk had dat idee toch pas gevat. Maar ongeveer alles wat er fout kan gaan als je zo'n belangrijk maatschappelijk onderwerp wilt agenderen, ging ook zonder mankeren fout. Mijn tweede punt is dit. Ik vond het alarmerend dat het bedrijf dat de productie van de uitzending verzorgde, Pilot Studio, slechts uit witte mensen bestond. De misvatting dat iedereen nu eenmaal kennis heeft van wat racisme is, hoe het werkt, hoe ermee om te gaan, of waarschijnlijker de impliciete veronderstelling dat zulke kennis in het geheel niet nodig is, had kennelijk post gevat bij alle direct betrokkenen. De leiding van NPO, het productiebedrijf en de gespreksleider. Dus dit was heel opmerkelijk, vond ik tenminste. Een productiebedrijf dat geheel uit witte mensen bestaat gaat een discussie op touw zetten over racisme. Derde punt is dat een van de rode draden in het discours over racisme is namelijk dit punt. Iedereen weet er alles van. Je hebt er geen speciale kennis voor nodig. Of je hoeft er niks van te weten en je kan er toch alles over zeggen. Dus dit komt overeen met een nieuwe paradox die mij pas recent is duidelijk geworden. Namelijk in overeenstemming met het positieve zelfbeeld dat de meerderheid van de witte bevolking van zichzelf heeft, vinden wij dat we niet aan ras doen. Dat racisme zomaar aan ons voorbij is gegaan. Als je vindt dat wij niet aan racisme doen, dat het aan ons voorbij is gegaan, zou je enige nederigheid mogen veronderstellen. Omdat wij het niet kennen, weten we er ook niet zoveel van af en zouden we ons er eerst in moeten verdiepen. Het tegendeel is echter waar. Ondanks het feit dat we zeggen dat we er niets van weten, weten we er toch met z'n allen van alles van af of wij vinden dat er geen speciale kennis voor nodig is. En we spreken ons er hoe dan ook vrijmoedig over uit. De keuze voor de gespreksleider, dat is mijn vierde punt, Jort Kelder, was in lijn met die gedachte. Met zijn luid uitgevente, uiterst rechtse en kakineuze politieke en maatschappelijke voorkeuren had hij nog nooit van serieuze belangstelling voor ras of racisme blijk gegeven. Maar dat was kennelijk geen bezwaar. Zoals bleek uit de brief van mevrouw Shula Rijksman, bestuursvoorzitter van de NPO, die hem verdedigde als een kundig debatleider.
En zij ging daarmee in tegen de bezwaren die tegen hem geuit waren als debatleider door het Black Renaissance collectief. Die briefwisseling tussen mevrouw Rijksman en Black Renaissance collectief is een illustratie van de posities die ik hier schets. Er is een claim vanuit het collectief dat kennis van zaken over racisme een vereiste is voor de debatleider. En dat wordt resoluut afgewezen door mevrouw Rijksman. Voor haar is het genoeg dat de debatleider een goede debatleider is. En het werd, zoals te verwachten was, een potsierlijke vertoning. De formulering van het onderwerp tenslotte, dat is mijn vijfde punt, sloeg de plank flink mis. Het ging om het debat over racisme, niet om de aanwezigheid van racisme in de samenleving, zoals ook verschillende discussianten opmerkten. We noemen dat tegenwoordig toondoof. Dat is een beetje flatterende manier van spreken als het gaat over een volkomen gebrek aan kennis of affiniteit met een bepaald onderwerp. Zesde punt. Deze opzet, waarbij witte mensen de teugels stevig in handen hadden, zorgde ervoor dat er door hen bewaakt werd wat er gezegd kon worden, waarover het debat kon gaan. Natuurlijk slaagde iemand er af en toe in om een rake opmerking te plaatsen. Zoals Dave Ensberg-Kleikers, die Nederland vergeleek met een familie van al generaties lang verstokte alcoholisten. Het is een publiek geheim waar we niet aan willen. Maar dat was één krent in een verder niet te verstouwen pap. Het grootste deel van de bijdrage aan dat gesprek getuigde van een militante onwetendheid en waren zonde van de zendtijd. Het stramien van die gesprekken, en dan kom ik op mijn zevende punt, dat ook merkbaar is op andere plekken, in talkshows bijvoorbeeld, of in de gesprekken die premier Rutte voerde met zwarte mensen. Het kennelijk geprefereerde discours dat zich openbaart is dat zwarte mensen, net als Jezus, op verzoek van witte gesprekspartners hun wonden moeten tonen. Zodat de laatste kunnen vaststellen of de zwarte persoon geloofwaardig is. Het maakte op mij de indruk van een rituele sadomasochistische performance. Een dans waarin er slechts twee rollen te vergeven waren. Die van het zielige slachtoffer en die van de grootmoedige beoordelaar, de welwillende witte vader of moeder, die weer, niet gehinderd door kennis ter zake, het laatste woord zou spreken. Daarmee wordt, en dat is het achtste punt, steeds opnieuw de traditionele rolverdeling tussen zwart en wit opnieuw geïnstalleerd. We hadden al lang voorbij dit voor zwarte mensen vernederende spektakel en dit voor witte mensen on- of onderbewust psychisch en emotioneel bevredigende positionering moeten zijn. Voorbij dit onhoudbare circusoptreden. Dit stramien bevestigt niet alleen de overbekende, de zomaar voor het grijpen liggende rollen voor ieder van de twee categorieën, maar het gaat ook geheel voorbij aan hoe we nu zouden moeten praten over racisme, sprekend en handelend vanuit het gegeven dat racisme systemisch is. Dat is mijn negende punt, mijn laatste punt. Door de nadruk te leggen op persoonlijke vertellingen en die niet te verbinden aan maatschappelijke structuren en beleid, aan voorstellen voor transformatie in allerlei domeinen, wordt wat systemisch racisme is gereduceerd tot gevoelens. En vaak ook nog met de onderstroom overgevoeligheid. Dat is een andere paradox die ik aangetroffen heb. In het geval van Rutte bijvoorbeeld, die met macht bekleed is, schuurt dit stramien des te meer omdat hij de mogelijkheid heeft die racistische structuren aan te laten pakken.
Het verzoek om zwarte stigmata te ontbloten is kortom niet voldoende. Het is nu noodzakelijk om de aard van systemisch of institutioneel racisme te doorgronden. Zich te bewust te worden van wit privilege en een witte positionering en om beleid te ontwikkelen. Ik heb met deze discursieve analyse een beeld willen geven van de stand van het dominante discours. Dus wat heb ik nu impliciet of expliciet betoogd? Ik wil dat we af en toe ook onze zegeningen tellen over wat we bereikt hebben in de afgelopen 5 jaar. Het is geen sprint waar we mee bezig zijn, maar een marathon. We maken vorderingen, ook al gaat het tergend langzaam. Ten tweede, we moeten doorgaan om onszelf en elkaar te scholen om op een intersectionele en decoloniale manier over onszelf en de samenleving en haar instituties na te denken. Dus we moeten ons bewust worden van de keten van associaties die opgeborgen zit in het culturele archief en die voorafgaan aan het zelf en aan de ander. Of die ander nu zwart, moslim of nog anders is. Dus die pejoratieve beelden die aan de ander voorafgaan, sluiten die ander op in minderwaardigheid, onbetrouwbaarheid, hyperseksualiteit, criminaliteit, ga zo maar door. Derde punt, er zijn goede gronden om te streven naar divers samengestelde beroepsgroepen, teams, in welk domein van de samenleving dan ook, om niet de oogkleppen van je discipline of je beroepsgroep onder het mom van excellentie te blijven reproduceren. Hierbij hoort ook het kritisch beschouwen van de curricula die opleiden in ieders beroepsgroep, zodanig dat inzicht in de werking van gender, ras, etniciteit, klasse en seksualiteit een systematisch onderdeel ervan wordt. Mijn laatste punt. Als we willen leven in een samenleving die radicaal, egalitair, inclusief en decoloniaal is, een samenleving waarin sociale rechtvaardigheid een werkelijkheid is, dan moeten we ons bezighouden met ons koloniale verleden en de luie, racistische patronen van hoofd en hart onttakelen die toen geïnstalleerd zijn. Ons bezighouden met ras is een urgent project om onszelf en onze samenleving te decoloniseren. Dank u voor uw aandacht. Dank je wel, Gloria, ja, voor deze nieuwe take eigenlijk. White Innocence, 5 jaar later. Als je thuis vragen hebt aan Gloria, dan kan je ze nu stellen in de chat. Ik krijg ze hierdoor op tafel als er vragen zijn. Over de lezing, over het boek. Ik ga even of er nog wat komt. Ik zie nu nog niks. Iedereen is helemaal met stomheid geslagen. Je kan de vragen ook opsparen, want we zijn hier nog even bezig. Dus ook tijdens het panel, tijdens het gesprek hier aan tafel, kun je je vragen en je opmerkingen blijven stellen. En we proberen ze zoveel mogelijk mee te nemen. Dus, wij gaan praten met elkaar naar jouw verhaal. Ik wil heel graag aan tafel uitnodigen Esther Captain en Geertje Mak. Kom erbij zitten in de spotlights. Dan kunnen we met elkaar verder heden en verleden bespreken. Welkom. Dankjewel. De historici, zo zijn jullie voor vanavond opgevoerd. Het heden en verleden en de toekomst zit bij elkaar aan tafel. Ik stel jullie even kort voor aan de kijkers thuis. Links zit van mij en voor jullie rechts zit Geertje Mak, hoogleraar politieke geschiedenis van gender in Nederland aan de Universiteit van Amsterdam en onderzoeker bij NL Lab. Zeg ik dat goed? NL Lab, ja.
Ik denk dan altijd kan er ook niks aan even aan een labrador, maar het is een andere lab. Ja, toch? Specialisaties zijn gender en seksen. Daar ben je al je werkende leven lang mee bezig. En de laatste jaren ook migratie en koloniale geschiedenis. En over dat NL-lab... daar horen we straks graag wat meer over. Maar daar gaat het ook wat jou betreft over de rol van gender, seksualiteit en generaties in het maken van koloniale identiteiten en raciaal overgeërfd verschil. Een hele mooie mond vol en heeft allerlei connecties met Gloria. Ik wil jou straks even het woord geven, maar ik vertel even wie er ook aan tafel zit. Esther Captain. Ook al ook historicus, maar ook al heel lang bezig met koloniale en postkoloniale geschiedenis. Je bent momenteel senior onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde, het KITLV, in Leiden. Bezig met een nieuwe onderzoekslijn over postkoloniaal Nederland. Klinkt ook heel spannend, dus hoor ik straks ook graag wat meer over. Je hebt een hele lange staat van dienst al heel veel gepubliceerd. En onder andere, omdat dit ook een klein beetje een Utrechts feestje is, wil ik even highlighten dat Esther Captain in 2012 dit prachtige wandelgidsje heeft gemaakt. En dat was ook een pionierswerk over sporen van slavernij in de stad Utrecht. Hoe je in de stad letterlijk zichtbaar de sporen kunt zien. En misschien daarover later ook nog meer. En Esther, jou geef ik zo ook het woord. Geertje, wil jij als eerste reageren op wat Gloria ons verteld heeft vandaag vanuit jouw positie? Ja, graag. Dank je Gloria voor alweer een vlijmscherpe analyse van de zoveelste miskleun in het Nederlandse publieke debat over racisme. Ik kan me voorstellen dat het veel van je vraagt om het geduld op te brengen om keer op keer op keer die dingen aan te wijzen. En wat ik eigenlijk nu alleen wil zeggen is dat ik zie aan de Universiteit van Amsterdam dat studenten enorm door je werk zijn geraakt, er heel erg mee bezig zijn. Dus er komt heel veel in beweging. En dat zei je zelf ook al, maar dat is ook echt zo. En het is wel heel bijzonder dat je hebt het natuurlijk niet alleen gedaan, maar ik denk dat je heel veel hebt bijgedragen aan dat in beweging komen. En ik denk ook dat je best moed mag hebben over dat dat echt gebeurt. En de conferentie van vandaag laat dat eigenlijk ook heel goed zien. Mm-hmm. Ik herinner me nog goed, vlak voordat jouw boek in het Engels uit zou komen, zaten wij wat te drinken samen. En in mijn onschuld vroeg ik jou, wat is jouw, wat wordt de titel van je boek? En jij zei, White Innocence. En ik riep uit, oh, daar heb ik altijd zo naar verlangd. Onschuld. En het lijkt me eigenlijk leuk en goed om dat woord wat meer te bekijken. En mijn collega van NL Lab, Ernst van Hemel, hij is religiewetenschapper. Daar vertelde ik deze anekdote aan. En hij zei, het is eigenlijk een super interessant concept. Maar we zouden er veel meer mee moeten doen. We zouden dus beter moeten kijken hoe mensen dat doen. Onschuld. Hoe maken ze zichzelf onschuldig? En ik dacht, dat is ook een relevante vraag aan mijzelf en aan ons allemaal. Omdat we leven in een niet onschuldige wereld. We leven met grote raciale verschillen, Noord-Zuid verschillen. Waar we dagelijks ook van, ik praat voor mezelf, van profiteren. Neem wat er de slavenarbeid die gedaan wordt voor al onze computers en telefoons. Om maar even een simpel voorbeeld te noemen. En hoe doen wij dan onwetendheid of onschuld? Dus ik denk dat het een hele relevante en ook wel heftige vraag is. Ja, en ik ben het kind van een dominee, dus. En ik vroeg me af, waar vinden we nou in dat culturele archief voorbeelden van manieren om onschuld te doen? En ik dacht net, toen ik je weer hoorde praten over Nederland als een zelfingenomen natie, als het gaat over het idee dat wij allemaal moreel heel goed zijn, dat misschien ook wel een van de bronnen zou kunnen zijn van een manier om goed te praten. Namelijk om ook, of naast het koloniale, dan ook iets goeds te doen. Of om te denken dat je dat doet. En dat heb ik zelf in mijn werk soft colonialism genoemd. En dat zou je ook kunnen benoemen als na de koloniale periode als een humanitair imperialisme. Dus als een soort van goeddoend, menslievend imperialisme. En dat onderzoek ik zelf in zendings- en missiegeschiedenissen.
Dan gaat het bijvoorbeeld over onderwijs, over opvang van weeskinderen, over gezondheidszorg, over het inenten van grote groepen mensen. Dus je kunt je daar allerlei goede doelen bij voorstellen. En in mijn geval gaat het dan heel vaak ook om kinderen die gered worden. Save the children. Maar het is de vraag of dat wel zo was en of het wel zo onschuldig was. Dus als je daar goed naar kijkt, zie je tegelijkertijd, het was misschien wel helemaal niet zo onschuldig. Het had zelfs, was diep verankerd in het kolonialisme. Die kinderen die gered werden, die waren die hielpen die zending eigenlijk op allerlei manieren. Onder andere doordat je er heel veel fondswerving mee kon doen. En dat is tot op heden zo. Het is nog steeds zo dat kinderen als het ware enorme fondswervers zijn voor allerlei humanitaire projecten. Absoluut. En als mensen zeggen, dat koloniale gif zit misschien in de Randstad, maar niet in de rest van Nederland, dan zou ik zeggen, ga eens kijken naar de collectes voor de zending en de missie. Mm. Want dat is een zeer wijdvertakt, zeer fijn besnaard netwerk met verhalen over andere mensen. En allemaal in een, even jouw termen, raciale grammatica van goed doen ten opzichte van een zielige of een onkundige of een nog op te voeden ander. Ja. Dat, denk ik, hebben we ook meegekregen uit dat in dat koloniale culturele archief. En dat is misschien een reactie op wat ik wel zie als ook een, jouw boek heeft veel opgeroepen en ook heel veel. Als je het woord onschuld uit elkaar trekt, dan heeft het twee betekenissen. De ene is het niet weten en het andere is onschuldig zijn. Dat zijn twee verschillende dingen. Ja. En ik denk soms op het moment dat we het gaan weten, willen we het eigenlijk ook zo gauw mogelijk de deur uit hebben. Van hun sokkel trekken. Maar is dat wat we moeten doen? Moeten we het niet ook dichtbij halen? Vraag ik me af. Zoals bijvoorbeeld dit humanitair imperialisme. Want daar herken je je veel makkelijker in. Want je wilt heel graag goed doen. Je wil graag andere mensen helpen. Zeg maar dat lijkt me een hele. Het is waarschijnlijk een wit-westerse houding. Maar het is niet zo onbegrijpelijk. Dus je wilt dat ook heel graag. En daar zit. Snap je? Dat ligt voor mij in ieder geval heel dichtbij. Ik snap heel goed dat je denkt. En de zendelingen deden dat ook. En die zeiden: wij doen niet aan geweld. Wij doen niet aan alcohol verkopen. Wij zijn niet van die handelaren die mensen uitbuiten. Wij willen iets goeds brengen. Dus dat idee dat je in die rotwereld dan iets goeds kan brengen, ja, dat snap ik eigenlijk wel. Dus dan komt dat kolonialisme dichterbij. En dat maakt het ook, denk ik, wel wat eerlijker of zo om erover na te denken. In plaats van alleen maar te denken, hier neem ik afstand van, en want dit is slecht. Dus dat is een houding die ik wel veel zie. Ik vond het bijvoorbeeld Sarah. En dan hou ik op hoor. Sarah Ahmed heeft een heel mooi stuk over geschreven over waarom Australische witte mensen zo graag willen dat er verontschuldigingen worden aangeboden. Mm. Omdat ze anders niet trots kunnen zijn op hun natie. Mm. Nou, dat gevoel, dus het is dubbel. En dat wou ik heel graag toch op tafel. Mm-hmm. Als onderzoeken met jullie. Ja. Dankjewel, Geertje. Gloria, ik vraag jou straks even om een reactie. Maar ik wilde eerst even Esther aan het woord laten. Esther, wat is jouw reactie op? Een aantal punten, associaties. In de eerste plaats ook dank, Gloria, aan jou voor jouw bijdrage hier. Maar ook voor jouw boek natuurlijk. En ik moet ook weer terugdenken aan een onder onsje wat wij hadden. Net zoals Geertje daar ook aan terug moest denken. Dat je boek inderdaad net was verschenen. En dat ik jou tegenkwam bij je tramhalte in Amsterdam. Ah, ja. En dat jij toen inderdaad ook zei van ja, de reacties op mijn boek zei ik, wat een goede timing. Want het was net het moment dat Zwarte Piet heel erg in de discussie was. En Quincy Quario op dat moment ook zijn actie was begonnen. Ja. En dat mensen dachten van Gloria heeft snel even een boek jump the bandwagon. Dan moet je dan zo om lachen. Dat je denkt alsof mensen inderdaad helemaal flabbergasted zijn dat dit uit de lucht komt vallen als thema. Terwijl ik denk, dit is inderdaad zoals je zelf ook aangaf, werk van 40 jaar waarover is nagedacht. En Geertje zei ze net, je kan er moed uit putten dat het zoveel in beweging heeft gezet. Maar ik vind het ook een moedig werk en een moedige daad. Juist ook omdat je jezelf hebt exposed in het publieke domein. En een onderwerp bent gaan aankaarten waarvan je weet dat daar ook
positieve, maar ook heel veel negatieve reacties op komen. Dus het is ook jezelf exposen eigenlijk aan ontzettend veel emoties. Plus dat het boek zelf ook een gekmakende opdracht heeft. In de zin van, het is doorgronden van de aanwezigheid van rassen in de samenleving aan de ene kant. En aan de andere kant tegelijkertijd het ontmantelen van de ontkenning van die aanwezigheid. Kunt u het nog volgen? Ja. Wat je zo mooi ook in de bijdrage van Zenet hebt verteld. En ik noem het een gekmakende opdracht omdat je tegelijkertijd bezig bent met het begrijpen en het proberen te doorgronden van het master narrative. Dat is eigenlijk het dominante vertoog of het verhaal. Als ik het projecteer op mijn eigen praktijk als historicus in het Nationaal Archief. Ik ben betrokken bij een groot onderzoek naar de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. Zie, daar gaan we het al over woorden hebben. Maar die zijn zo belangrijk. En de rol van Nederland bij geweld. En ik heb behoorlijk lastig gevonden om in het Nationaal Archief te werken met de documenten die vanuit het Nederlands koloniale perspectief zijn geproduceerd over het beleid in Nederlands-Indië. Ik vond het heel erg lastig om te zien hoe er werd gekeken naar die ander. En dat is volgens mij ook de vervreemdende blik als je antropoloog bent, zoals jij bent, Gloria, dat je inderdaad teksten krijgt die gaan over die ander. En als je zelf een deel van die ander bent, dan is het heel vervreemdend om te moeten lezen over dat je denkt, ja, maar die ander ben ik zelf of is een deel van mijzelf. Dus je bent constant aan het levelen tussen verschillende niveaus van kennis en weten en kennisproductie. Dus één is het kennen van het master narrative, wat vervreemdend kan werken. Tweede niveau is dat je bezig bent met wat Anne Stoller ook zegt en Christina Sharp, reading against the grain, ook in het archief. Want je probeert daarin ook een andere manier te kijken naar het materiaal, omdat je ziet dat dat gevormd is vanuit een koloniale blik. Met een bepaald doel ook, namelijk het controleren, het disciplineren van een archipel, de Indonesische archipel in dit geval, maar ook de Cariben en Suriname. En ik ben heel blij dat ik ook denk door jouw pionierswerk dat er ook ruimte is gekomen voor onderwerpen als bijvoorbeeld emoties in het archief. Ik ben zelf co-organisator van een symposium dat later dit jaar zal plaatsvinden. En emotions in the archive, dus bijvoorbeeld gevoelens van woede of verdriet of van verbondenheid, die je onherroepelijk, althans, laat ik voor mezelf praten, voelt als je bezig bent met ook documenten die over mensen gaan en over migratie, maar over slavernij of over oorlog en de doorwerking daarvan. Dat zijn ook, het gaat over mensen en je vindt letterlijk de mensen terug in je archiefmateriaal. En volgens mij kun je het niet helpen als historicus om ook daar effect van te ondervinden. En ik vind het van grote waarde dat ook in een academische setting geagendeerd mag worden. En dat vind ik een hele grote stap. Dat is stap 2 in ons werk als historici. En de derde stap is eigenlijk het reconstrueren van een geschiedenis die je op een andere manier probeert te vertellen. En dat is voor mij een decoloniaal perspectief, een alternatieve geschiedenis proberen te geven, nieuwe inzichten. Dat is ons werk. En daarbij is het concept van witte onschuld zo belangrijk, omdat het ook te maken heeft met wat ik noem het maskeren van macht. En maskeren bijvoorbeeld heeft voor mij heel erg te maken met de manier waarop in Nederlands-Indië in 1900 de ethische politiek is gelanceerd. En tegelijkertijd hebben we een extreem disciplinerend koloniaal systeem, wat erop is gericht om het beleid en de aanwezigheid van Nederlanders te legitimeren in de kolonie. En tegelijkertijd heeft het, net zoals Geertje ook zei, die soft violence, het idee van wij hebben hier een educatieve taak om de inlanders, zoals destijds de Indonesiërs werden genoemd, te verheffen tot ons eigen niveau. We moeten ze onderwijzen om en bijscholen, zodat we op een gegeven moment, op een zeker moment, kunnen we gelijken worden. Maar ook alweer die tijdsdimensie, dat gaat toch wel een hele tijd duren. Dus het ongeduld, wat Gloria ook al eerder noemde, wanneer is het klaar? Hoe lang zijn we daarmee bezig? En ook de gaten die er zitten in het institutioneel geheugen, dat iedere generatie voor zichzelf ook weer uitzoekt van welke kennis is er en de gaten die er zijn. En mijn hoopvolle
observatie is ook, net zoals Gloria, dat je ziet de afgelopen 5 jaar... wat is veranderd, is dat wat wij misschien al, voor, ik spreek voor mezelf, 30 jaar mee bezig ben, Gloria 40 jaar, dat je ziet dat het niet meer de marge is, maar het is nu een mainstream van debat geworden in de samenleving. Met de wrijving en de schrijnende kanten die daarmee samengaan, en die Gloria denk ik in zekere mate heel erg ook aan de lijve en heeft ondervonden. Ik moet afronden, denk ik, hè? Ja. Zoveel over te zeggen. Maar het debat is niet meer de marge, maar het heeft nou echt... iedereen praat mee over Zwarte Piet, bijvoorbeeld. Iedereen praat mee over wat racisme kan doen. Dus het is onontkoombaar om je ertoe te verhouden. Ik heb nog veel meer, maar laat ik het daar even bij houden. Dit was ook pas je eerste reactie. Ja. Je hoeft nog niet van tafel. Dankjewel Esther, dankjewel Geertje. Gloria, veel nieuwe zo, dingen. Ja. Wil je er wat over zeggen? Ja, natuurlijk. Ja. En ik denk, ik wou zo dat we meer tijd hadden. Want, ja. We worden erg opgejaagd door de klok. En het is nee, we laten echt... ons niet opjagen. Neem gewoon de tijd. Ik dank jullie allebei voor jullie doordachte reacties. En ook wat jullie delen in je reacties. Dus ik zal op een paar dingen maar in kunnen gaan. Maar ik spreek dus echt de wens uit dat we dit op de een of andere manier voort zouden kunnen zetten. Om hier samen over na te denken. Dus ik hoor heel goed wat je zegt, Geertje, over een zachte kant van imperialisme. Goed willen doen. Dat is ook al heel lang het geval. Hè? En zelfs dat met allerlei dingen geëxperimenteerd werd in de koloniën eerst, voordat het in Nederland plaatsvond. Hè? Zoals onderwijs en wezen en weduwen, dat daarvoor gezorgd werd. Hoe kan je dat nou op de beste manier doen? Dus dat is inderdaad een aspect wat ik zeker niet onder wil laten sneeuwen. Maar ik vind het heel erg belangrijk hoe wijdverbreid dat aspect is, om als het ware als een paraplu te gebruiken waar je onder kunt schuilen. Maar er zaten toch een heleboel goede kanten aan, en we bedoelden het toch altijd helemaal goed. Dus ik denk ook, en dat is een van de onderwerpen die ook tijdens de conferentie ter sprake kwam, over de entanglement tussen imperialisme en religie, met name protestantisme. Ja, ook daar hield Saskia Pietersen een verhaal over. En ik denk dat we in die hoek verder moeten gaan zoeken. Waarbij we ook gaan kijken, wat zijn nou precies de verschillen tussen wat het protestantisme ons leert en wat het katholicisme ons meegeeft. Met betrekking tot die witte onschuld, hè, van hoe goed we zijn en dat we het beste met anderen voor hebben. Dus Gloria, is dat ook iets wat je nu nog duidelijk terugziet? Hè? Dat historische ontstane beeld van wij moeten de andere mens, anders gekleurde mens verheffen. Is dat iets wat je in jouw boek en jouw analyses nu ook... Ik zie het in zoverre dat een heleboel mensen ontsteld reageren op mijn werk vanuit dit gevoel. Maar ik heb dit toch van mijn ouders meegekregen, dat ik anderen moet helpen. Vaak zijn dat anderen van kleur. En ik weet niet hoe dat bij jullie op school zat, maar bij ons stonden er allemaal van die busjes waar je zilverwerk in moest doen voor de arme negertjes. Ja. Ja. Dus dat hebben we met een paplepel ingegoten gekregen. Volgens mij is dat heel erg aanwezig. Aan de andere kant heb je natuurlijk een heftige rechtsstroming die daar allemaal niks van wil weten. Hè? Dus die komen ook nog eens tegenover elkaar te staan. Ja. Dus het mag niet zo zijn dat dit de enige twee posities zijn die mogelijk zijn, en dat we allebei ernstig en kritisch bevragen. Dus
Volgens mij zit hier een sleutel als het gaat over witte onschuld, wat natuurlijk breder is dan alleen Nederland. Het is een soort pan-Europees gebeuren, ja, wat een lokale invulling krijgt. Maar voor Nederland denk ik dat religie ongelooflijk, ja, belangrijk hierin, ja, is. En ik herken van harte dat je de dochter van een dominee bent. Ja. Dat je met deze vraag komt. Nou, het is even gewoon een ironisch. Wat er dan dus ook gebeurt, is dat die kindertjes, die worden opgevoed. Ik heb het over Nederlands Nieuw-Guinea. Het eerste wat ze moeten leren is dat ze zelf handel moeten kunnen drijven. Dus ze moeten iets maken en dat verkopen. Maar die centjes, tweede les, moeten in de collectebus. Ja. Voor de arme negertjes, een eindje verderop. Mm-hmm. Het is echt vrij bizar. Ja. Oh, ja. Hoe dat in die... En ik las een prachtig boek, The Will to Improve. Het gaat over Indonesië, over nu. Maar het begint eigenlijk al met Johannes van der Bos, die, ja, die de boel wil cultiveren en daarmee vreselijke dingen doet. En The Will to Improve laat dat zien tot aan hedendaagse wensen tot improve, tot ontwikkeling. Uh-huh. En die zegt, dat gaat altijd samen. Dus altijd gaat het over dingen die je heel goed begrijpt. Gewoon dat je mensen minder ziek wil hebben of minder honger of dat soort dingen. Maar het gaat altijd tegelijkertijd met landgrabbing. Dus land in ontwikkeling, ja, brengen, inpikken, collectief land weghalen, productie voor de wereldmarkt. Dat was vroeger al zo en dat is nog. Dus dat is koppeling met het economisch systeem, ja, is heel, ja, duidelijk. Dus ja, die entanglement, die is ontzettend belangrijk. En ja, dat geldt zeker ook voor die missie. En missie ook, hè, dus en zending. Ja. Dat ze de hele tijd eigenlijk goede koloniale onderdanen moeten kweken. Het is gewoon kinderen kneden. Ja. Hè, totdat ze de gewenste vorm hebben voor het koloniale bestaan. Gelukkig hebben die kinderen agency en doen ze dingen, ja, terug en zo. Maar dat is wel het idee. Ja, ja. Dus dit wordt nogal een zware dobber, denk, ja, ik, ja, hè, om, ja, dit verhaal, ja, te deconstrueren. Ja. Ja. Want, ja, er zit natuurlijk altijd, hoeveel goede daden er ook verricht in, ja, verricht zijn, er zit altijd hiërarchie in. Ja. Kijk, dat je je goed kunt voelen, ja, omdat je die andere die daar zit, ja, geholpen, ja, hebt. En dus ook de reactie als dat kritisch bevraagt. Ik moet ook, ja, denken aan de hedendaagse discussie over adoptiepraktijken. Ja. Ja. Kinderen van kleur, ja, die geadopteerd worden door witte mensen. En dat er dan zo'n storm aan verontwaardiging. Als je dat durft te bevragen, dan roept dat dus eigenlijk een enorme verontwaardiging ook weer op. Ja. 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 Maar het is wel nu teruggetrokken. Ik bedoel, dat is wel. Ja. Maar ja, dus met collega's van vrouwenstudies hebben we, meen in 2000, was dat? 2001. Ja. Een rapport geschreven. Oh ja. Ik weet niet of je dat herinnert. Ja. Over het adoptiewezen. 20 jaar geleden. Ja, en wat daar allemaal mis in ging. En dat we toch daar heel strak naar moeten kijken. Ja, ik weet. Daar wilde de hele adoptiewereld niets van weten op dat moment. Nee, dat wij zeiden, ja, weet je wat? Die ouders die zo'n kindje gaan adopteren, die moeten een cursus volgen. Een antiracisme cursus. Ja. Oei. Ja. Enfin, we zijn 20 jaar verder. Je zei al, het is een marathon. Het is een marathon, ja, ja, ja. Heb je voor Esther? Voor Esther, ja, ja, natuurlijk. Dank Esther voor je opmerkingen. En inderdaad, een gekmakende opdracht. Ja. Dat vind ik zelf ook af en toe. Ja, wat ik je ook hoor zeggen is hoe belangrijk het is dat emotie een plaats heeft in mijn boek. En dat ook toch toegang krijgt in de academische context. Dus tegelijkertijd, en ik voel dat ook, I mean, het schrijven van het boek, als ik daarover nadenk. Ik zat echt af en toe te huilen terwijl ik het schreef. Hè, want het is aangrijpend. Je wil het eigenlijk niet, dat het zo in elkaar zit. En dat je daar een rol in hebt, waardoor je eigenlijk op allerlei manieren buitengesloten wordt, hè, a priori. Tenzij je die positie opeist van, ja, maar toevallig is het wel zo dat ik ook een positie claim in Nederland. Ik wil niet
voortdurende buitenstaanders zijn. Maar dat gaat met heel veel emoties gepaard. Dus ik vond het een veel moeilijker boek om te schrijven dan Politics of Passion bijvoorbeeld. Daar beleefde ik heel veel plezier aan. En dit was ook heel erg verdrietig en wanhopig makend vaak. Tegelijkertijd had ik ook zoiets van... Maar ik heb ook een geprivilegeerde epistemische positie om het te kunnen schrijven. Hè? Want om het te kunnen schrijven is het eigenlijk wel heel voordelig dat ik zo gesitueerd ben als ik gesitueerd ben op het gebied van ras en gender en seksualiteit. Dat is geen toeval. En ook, denk ik, wat jullie twee betreft, dat wij hier met drie vrouwen aan tafel zitten, is ook geen toeval. Omdat je niet a priori opgenomen bent in het hart van dominante wie de wetenschap bedrijft. Hè? Dus ja, daardoor voel je en denk je op een andere manier. En dat is je lijfsbehoud. Dat je niet meegaat in dat dominante vertoog. Op welke manier dan ook. Dus... Want in jouw boek waarschuw je ook juist, dat is een beetje een andere, maar het heeft ook met emoties te maken, met het soort publiekelijk maken van het verplichten van iemand, van een zwarte iemand of een iemand van kleur, om het lijden door racisme te delen met de wereld. Ja. En de witte mensen op die manier te overtuigen dat het dus echt wel erg is. Dus je wordt constant eigenlijk gewoon bijna gedwongen je stigmata te laten zien. Ja. Ja. Daar speelt emotie natuurlijk weer een andere rol, namelijk het tot... Ja, een soort sensatieachtig vertoog te maken, ja, wat niet academisch of wetenschappelijk onderzocht kan worden. Ja. Er zit spanning rond het begrip emoties. Mag ik daar een vraag over stellen? Want iemand vatte dat voor mij heel goed samen. We hebben een hele tijd gehad dat we tegen elkaar zeiden: het persoonlijk is politiek. Hè? Dus, ja. En dat is wat jij doet met je boek. Je geeft mooie vignettes waarin je laat zien wat hier gebeurt, is niet alleen, dat gaat niet over mij, dat gaat over een structuur. Hè? Mm-hmm. En dat wil je laten zien. We hoeven niet allemaal met jou mee te huilen, maar je wil wel laten zien van, nou, dat gebeurt er. En ik heb het gevoel dat het nu soms omgedraaid is. Dat mensen, dat dit politiek is persoonlijk. Want het is alsof het alsmaar over die persoonlijke, ook gewoon op het nieuws, het maakt niet uit, hoeft niet over racisme te gaan, maar het gaat alsmaar over mensen, hoe ze zich erover voelen. En niet over de grote structuren. Mm-hmm. En dat vind ik soms heel moeilijk. Ja. Dat is precies wat jij ook... Dat is wat je eigenlijk aangeeft. Het leidt de aandacht af van het systeem. Het gaat gewoon over onrecht. Of zoals bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. Dat is toch gewoon keihard racistisch onrecht. Ongelooflijk. Ja. En ik vind dit neem ik Rutte dus ongelooflijk kwalijk. Hè? Dus dat is schrikkelijk. Dat hij heeft... sinds mensenheugenis ontkent dat er een rol te spelen valt voor de regering op het gebied van Zwarte Piet bijvoorbeeld, of racisme. Nee, dat moeten de mensen allemaal zelf uitmaken en daar zelf uit zien te komen. Ja. Op een gegeven moment is dat standpunt niet meer te handhaven. Zegt hij, ja, we hebben toch wel te maken met systemisch racisme. Niet met institutioneel, wat dan het verschil is, mag Joost weten. Maar dan gaat hij gesprekken voeren met zwarte mensen tijdens Black Lives Matter. En vertel nou eens, hè, wat heb jij nou meegemaakt? Dat is toch niet te verdragen? Nee. Dus om allerlei dingen die ik daarnet al genoemd heb. Maar het systemische voortzetten van racisme op dat moment is wat het zo onverteerbaar maakt. Ja. En, I mean... Hij heeft zo'n ellendige geschiedenis achter de rug. En toeslagenaffaire is één moment in een hele reeks van ellendige uitspraken en daden die hij gepleegd heeft. Ik vind dat ook structureel. Ja, hij is dus het voorbeeld van hoe het niet moet. Ja, en hoe het wel gaat. Ja. Ja. Volgens mij is die boodschap ook heel lastig te verteren. Want ik moet ook weer denken aan het Indonesië-onderzoek. Waar een van de boodschappen ook is dat het geweld door Nederland in Indonesië gepleegd is. Het waren geen excessen of incidenten. Het was structureel. Ja. Systematisch geweld. Ja. Daar moest ik aan denken. Daar zie je ook het structurele karakter. En het is heel lastig om dat te
omarmen, denk ik, als samenleving. Dat je daar aan moet. Dus en dat raakt natuurlijk weer aan dat gevoel van onschuld. Van op het moment dat, dat het structureel is, dan kan je niet meer leren. Een excess was van één gebeuren. Ik kijk even naar de vragen uit de zaal, zou ik willen zeggen. Uit de digitale zaal. Ik heb wat doorgekregen op de iPad hier. Iemand vraagt, en dat is misschien mooi aansluitend bij de stand van zaken in Nederland à la Rutte. Maar we zitten hier ook met allemaal academici aan tafel. Zien jullie in de laatste 5 jaar, dus sinds het verschijnen van White Innocent, daadwerkelijk verandering, vraagt iemand terecht, bij Nederlandse universiteit of onderzoeksinstellingen waar je zelf zit of die je om je heen ziet? Verandert er echt iets als het gaat over decolonisatie of antiracisme? Of is het veel gepraat, veel congressen? De veranderingen die Gloria aan het eind noemt. Hè, van kijk naar je... Naar je curriculum. Ja. Mm-hmm. Maar Esther, je kijkt een beetje... Het is ook veel gepraat en veel congressen en veel symposia. Ik moet ook denken aan wat Gloria, wat jij zei. Van, ik word overal voor uitgenodigd. Ik heb een 3-dubbele dagtaak als ik alles aanneem wat ik krijg. Dat herken jij. Een soort afzwakking komt ook een beetje bij mij terecht. Maar als ik voor mezelf spreek, dan denk ik... Ik heb nog nooit zoveel... Dit jaar ben ik vaker dan ooit benaderd om zitting te hebben in commissies in projecten. En al dan niet expliciet gemaakt op het thema exclusie, diversiteit, wat dan voor mij is gereserveerd. Ja. En dat denk ik, wat zegt dit over mij? Ja. Waarom word ik gevraagd? Maar ook, wat zegt dit over de organisatie? Absoluut. Die dus die betreffende expertise of kennis niet in huis heeft. Ja. En dat denkt dan in te kunnen vliegen. Vliegen. Dus ik ben er ook niet over uit. Ik werk graag mee. En ik denk ook van, als het de moment is om erin te springen, dan doe ik dat. Maar wat zegt dit? Het kan ook een soort window dressing zijn. Het kan, maar ik wil niet per se van dat slechte uitgaan. Maar het geeft te denken. Ik ben er ook nog niet over uit, moet ik zeggen. En ik weet wel dat... Als je historicus kijk je ook terug naar de afgelopen decennia. En dat je ook ziet dat naar een opleving van aandacht voor dit thema. Want dit thema speelt al 40, 50, 60 jaar. Dat daar ook weer een terugval komt. En dat instituties ook met één pennenstreep met een volgend kabinet kunnen weggestreept worden. Mm-hmm. Lindsay, Museum van Nusantara. Natuurlijk allemaal in de vrouwenbeweging, het feminisme en ook in de homobeweging. Aan de lijve ondervonden. Dus er is een soort waakzaamheid is daar altijd wel niks staat vast. En het geboden. Is ook dat heel vaak wordt gezegd van nou is er zoveel aandacht aan geweest. Nu moet het wel voldoende zijn. We gaan over tot de orde van de dag. Ja. Ja. Dat zijn... En Geertje, want met het NL Lab... dat gaat ook bijvoorbeeld expliciet over witte identiteit, heb ik begrepen. Dat is dan toch een stap, zou je zeggen. Dat had je 10 jaar geleden nog niet. Dat witheid als factor werd onderzocht. Maar zie jij structureel verandering? Ja, ik vind inhoudelijk gebeurt er best heel veel. Het zijn stoomschepen. Hè. Ze gaan langzaam om. Ja. Ik bedoel, een curriculum van een universiteit heb je niet zomaar veranderd. Daar heb je expertise voor nodig. En dan moet veel werk in zitten. Dus dat gaat langzaam. Maar bijvoorbeeld NL Lab denk ik van... Het blinkt niet uit in multiculturele samenstelling. Als ik het zo mag zeggen. Maar ik zie wel dat heel veel onderwerpen vanzelfsprekend... Een meervoudig perspectief hanteren. Dat we daar echt op die manier mee bezig zijn. Dan is het niet een onderwerpje apart, maar heel erg entangled. Dus verweven met de rest. Ik vind in het personeel... en dat geef jij aan, maar de VU is een beetje gekleurde universiteit... maar voor de rest zijn alle universiteiten nog steeds angstwekkend wit. Ja. En Erasmus ook een beetje. Een beetje, maar dat heeft... bij de VU weet ik... dat ligt dan waarschijnlijk aan die connectie van protestantisme... met de derde wereld. Heel interessant. Maar Wageningen niet. Het heeft voor de humanoria, waar we natuurlijk met geschiedenis en met niet daarin zitten. En antropologie heeft ook heel erg te maken met de keuze die migranten vaak zelf maken. Hè, voor een studie waar ze gewoon wat aan hebben in hun leven. En niet werkloos mee worden. Carrière mee gaan maken. Ja. Het is een luxe eigenlijk om geschiedenis te kunnen. Dus ik heb bijvoorbeeld wel eens gepleit van zorg er nou voor dat je.
je inhoud over koloniale geschiedenis ook aanbiedt aan medische faculteiten of ook aan rechtenfaculteiten. Want er zitten zat mensen die dat super interessant vinden. Mm, absoluut. Maar die dat gewoon niet kunnen studeren omdat ze die luxe niet hebben. Ja. Maar dat soort dingen, daar krijg ik zeg maar institutioneel niet goed voor elkaar. Want dat heb ik geadviseerd. Van, nou, als je dan wil dat je wat meer... Hè, buiten je faculteit... Nou ja, ik vind nog steeds... dat zie je ook eigenlijk overal van dat het vaak dat dan net niet het masterniveau, research masterniveau of net niet het PhD niveau. En dan denk ik van nou, zorg ervoor dat je een goed stimuleringsprogramma hebt. Ja. Weet je wel, want om dat voor elkaar te krijgen. Mensen ook begeleiden om daar te komen. Maar waar de universiteiten niet zoveel aan kunnen doen, is op het niveau van instroom en de segregatie van scholen. Nou, die prachtige serie Klassen heeft dat fantastisch laten zien, maar daar begint het en dat is keihard. Ja. Het begint op de basisschool. Ja, ja en, dat, en dat is natuurlijk wat bij universiteiten ja, toch een beetje ja, machteloos staat. Dat Maar Gloria, over die segregatie van scholen. Hoe zie jij de nou, kijk, stand van zaak? Ik ben het eens met wat Esther en Geertje tot nu toe gezegd hebben. Waar zie ik een klein lichtpuntje? Dat is bij NWO. Daar gebeurt een en ander. Daar is wat meer gevoeligheid ontstaan. Nederlandse, niet-universitaire in de zaal. De NWO is de... De organisatie die fondsen heeft, zodat mensen onderzoek kunnen gaan onderzoek, doen. Onderzoek, ja. Ja. Mij is het nooit gelukt daar 1 cent weg te halen. Nu zie ik dat er mensen van kleur in slagen om fondsen te krijgen. Om een VENI of een FIDI. Dus er is enig bewustzijn ontstaan dat ras een ding is wat bestudeerd kan worden. Dat is, wat belangrijk is. Wat belangrijk is. Ja, ja. Dus dat vind ik wel fijn. Het loopt nog niet over de plinten heen, maar kleine veranderingen zijn belangrijk. En dit is meteen beantwoord meteen een andere vraag van iemand anders. Van wat is nou eigenlijk het meest positieve van de ontwikkeling? Dan zou dit een positieve... Ja, maar laten we ons niet rijk rekenen. Nee, dat doen we want niet. Het is nog steeds zo, en daar wil ik ook iets over zeggen. Dus toen in 2015, 2016... was ik voorzitter van de diversiteitscommissie aan de Universiteit van Amsterdam. Er is aan de Universiteit van Amsterdam, vind ik, is in zichzelf een microcosmos van witte onschuld. Hoe ziet dat eruit? Iedereen is het erover eens. Er moeten meer vrouwen komen. Over gender, ja, meer vrouwelijke hoogleraren. Moet je wel een Neandertaler zijn om het daar niet mee eens te zijn. Maar ten aanzien van ras, etniciteit, in de eerste plaats een soort afasie. Mensen kunnen er niet goed over praten. En hebben het gevoel dat ras, etniciteit op gespannen voet staat met kwaliteit. Wat je bij gender niet hebt. Dus dat is een heel groot verschil. Wat ook maakt dat het hartstikke moeilijk is om binnen te komen in de academie, op hogere posities voor mensen van kleur. En bovendien vind ik dat als je kijkt naar de Universiteit van Amsterdam, het enige van de ongeveer 100 aanbevelingen die we hebben gedaan, het enige wat uitgevoerd is, is dat er een chief diversity officer moest komen en per faculteit ook een officer. Zijn allemaal witte mensen, ja, tegen ons advies in, hè? Ja. Ja, dus ja, dat schiet helemaal niet op. Het blijft een marathon met af en toe ook nog eens een dat je uit de wedstrijd gehaald wordt. Dat je 2 banen extra moet lopen. Ja. Ik kijk even naar de tijd. We moeten een beetje gaan afronden. En ik wilde eigenlijk als slotvraag aan Esther en Geertje nog even vragen. Wat zouden jullie vanuit jullie werk als onderzoeker, maar ook als mens, stel over 5 jaar verschijnt weer een nieuwe herziene editie van Witte Onschuld. Wat komt daarin te staan? Wat zou jij, stel je mag een stukje schrijven. Of wat voorspel je dat er over, als je even naar, ik wilde toch eindigen met een toekomstblik met deze historici aan tafel.
Een toekomstblik aan historici. Dat is wel een opgave. Hè? We hebben nog 1 minuut. We doen... Ik ben heel hard aan het denken. Je mag ook een harte wens uitspreken. Moeilijk. Wat zou je willen dat erin komt te staan? Dan hoef je niet een glazen bol te hebben. Mag je gewoon lekker wensen. Nou, Geertje, ga maar eerst. Het is een hele lastige. Het is een hele moeilijke. Maar ja, het is een moeilijke. Een van de belangrijkste, denk ik, die ik zou vinden... is dat die besef van koloniale geschiedenis zoals die nu... onder historici aan universiteiten wel er is... dat die tot ook op middelbare scholen en ook op lagere scholen doordringt. Door. En dan met name in het perspectief dat er verschillen zijn. En dat geschiedenis, of verder, dat we moeten leren met die verschillen... om daarover te praten, om daarmee om te gaan. Dat zou mijn grote wens zijn, dat we als historici kunnen doordringen... op andere niveaus, om die verschillende perspectieven... open te leggen. En dat zou mijn toekomstdroom zijn. Laten we ervoor gaan. Es, komt er bij jou iets? Ja, nou, ik heb hier op mijn A4'tje staan... het feestje niet willen verknallen. Ja. En daarmee bedoel ik eigenlijk... als je dit soort gevoelige, sensitieve zaken ter sprake wil brengen... dat je ook heel vaak een reactie kan krijgen van... dan is het niet leuk meer. En het idee van dat je gezellig bij elkaar zit en kritisch bent... dat je dan eigenlijk het feestje verknalt. Maar dat ik hoop dat er de ruimte die daardoor is gaan ontstaan... en is gaan bewegen in de samenleving... dat niet leidt tot stilte. Want soms heb ik nog wel het gevoel dat... ja, ik me niet uitspreek om dat feestje maar niet te verknallen. Ja, ik riep ja, omdat ik dat zelf ook heel erg als wens zou hebben. Nee. Als je je nu uitspreekt en die keuze maakt... ja, ik zeg even wij als Indische mensen ook wel eens... omdat het veiliger is voor ons als, zeg maar... postkoloniale product, dat je ook een beetje wit privilege hebt. Spreek je soms uit, maar ik merk wel ook... ik had zelf heel erg aan de hand met de discussie over Meulenhof... en de vertaling van Amanda Gorman. Je krijgt dan heel veel reacties van mensen van kleur... van dank je wel dat je je uitspreekt... want voor mij is het te gevaarlijk, te toxic. En binnen een bepaalde beroep, mijn vak is natuurlijk het boekenvak... is ander dan de universiteit, maar het speelt overal. Maar ook dat je heel veel verwijten krijgt van bekende... mensen zeggen, waar begin jij over? Het was hè, dit is gewoon niet gezellig. Het is gewoon niet leuk. Ja, ja. Sorry, dat komt even bij mij. Voeg je me bij jouw hoofdstukje in. Maar Gloria, jij bent de auteur van Witte Onschuld. Stel, over 5 jaar, dan zijn we natuurlijk 17 drukken verder. Dat sowieso. Dan wordt het op elke middelbare school voorgeschreven. Maar wat zou jij graag willen toevoegen of zien dan... In als laatste of één na laatste hoofd. Ja, ja. Nou, kijk, dus ik heb nog heel erg de conferentie in gedachten... Mm-hmm. die we de afgelopen 3 dagen hebben gehad. En wat ik heel erg graag zou willen... is dat alle disciplines gaan reflecteren... op hun eigen genealogie, hoe ze tot stand zijn gekomen... Mm-hmm. hoe ze entangled zijn in modernity. Dus hoe ze onder invloed van de moderniteit tot stand zijn gekomen... en welke overblijfselen ze daarvan meedragen. Dus dat geldt voor geschiedenis. Het geldt ook voor de antropologie natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Nou, daar heb ik nog wel mijn handen vol aan. Ja. Maar ik vind elk vakgebied moet zich rekenschap geven... en moet daar ook les over gaan geven. Moet studenten confronteren met... nou, je hebt voor deze studie gekozen... maar weet je wel hoe het precies zit? En dus niet een witgewassen versie van de discipline overdragen. Dat zou ik willen. Het lijkt me een hele mooie... streven. En een heel belangrijk streven. Ik denk dat we met elkaar gewoon alvast een nieuw wenshoofdstuk hebben gemaakt. Voor dit belangrijke onderwerp. Helaas, de tijd is een beetje onze vijand vanavond. We hebben ons niet echt op laten jagen. Maar we weten wel dat er nog heel veel meer te zeggen is. En ik denk ook mensen thuis nog veel kunnen napraten hierover. Dit was de slotavond van het congres. Maar... We gaan natuurlijk verder hierover. En de Universiteit Utrecht is ook nog lang niet klaar met dit proces. Esther, Geertje, Gloria. Heel erg bedankt voor deze avond. En jullie
bijdragen. De Universiteit Utrecht heeft dit georganiseerd. Remco Rabe, Matthijs Kuipers, dank jullie wel voor dit allemaal tot stand brengen. En dank jullie wel techniek en ontvangst van Tivoli Vredenburg, waar we vandaag te gast waren. En kijkers thuis, bedankt voor het kijken en de input. We zijn niet aan alle vragen toegekomen helaas. Dus we organiseren gewoon nog een tweede avondje over. Wil je meer weten? Savannah B., mijn boekwinkel, even sluikreclame, heeft een leeslijst gemaakt over dit onderwerp, waarin je de werken van Esther, Geertje en natuurlijk Gloria vooral kan zien, maar ook nog veel meer. www.savannahb.nl. En blijf kijken, blijf nadenken, blijf Witte Onschuld lezen. En tot de volgende keer. Dank jullie wel. Dank Mariska. Yeah.